Hallo jongens en meiden, welkom dat je kijkt bij de eerste en ook dan gelijk de nieuwe video op dit kanaal. Vandaag gaan wij een spelerreview doen en speciaal over de speler genaamd Heung-min Sonaldo. Kijk, die kaart 1,83 meter, hoog. 4-star zwakke been, 5-star zwakke been, 4-star skillmoes. Niet vergeten, ik heb hem gekocht voor 280k. Die vind ik, ja... We gaan zo kijken of hij die prijs waard is. Kijken we verder. Hij is, ja, niet heel oud. Ook niet meer heel jong. We totten natuurlijk. Omdat Korea, snelheid 88 vind ik best wel prima. Schieten 86 ook prima. Pasen 80. Zijn korte pasen zijn oké. Zijn lange pasen zou wel iets beter kunnen. Zijn dribbelen was nog prima, alleen zijn balans had wel eigenlijk het beste zou zijn als die balans ook iets hoger was. We gaan kijken wat we voor de rest gaan doen. Dit is mijn team. In game, ja, ik denk dat jullie wel weten hoe ik in game speel. Son op CA, ben jij er in de spits en dan Sissoko op centrum. En voor de rest, ja, wij zeggen zelf. Nou, laten we wedstrijd spelen. Zo, dit is wel een goed team hoor. Dit gaat heel lastig worden. Ik had, ja, het vorige potje doe ik het niet in. Die was dramatisch. Dit team is wel beter. In de Johan Cruijff Arena. Even door Kanté. Heung-min Son. Nog steeds op weg. Son. Heung-min Son. Son. Een schitterende stoekduik van de doelman. Bal komt voor het doel. Hij grijpt in, maar het gevaar blijft. Zou wel eens wat kunnen. Moussa Sissoko. Die er naast het niet aankomt. Moussa Sissoko. Son. Heung-min Son. En James van Fucci. Kan die hem? Kun je niet missen? Ja, en dan zul je zien, hè, ziet dat hij er zo dadelijk aan de andere kant wel ingaat. Nog steeds iets verder. Heung-min Son. Lekker Son, goed schot. Het openingsdoelpunt. Er is maar een klein kansje en die ligt in het netje. Ja, de wedstrijd is los. En we gaan zien wat er nu verder gaat gebeuren. Een aantal kansen nodig. Anthony Martial. De bal voor Son. Anthony Martial. Dit moet een voorzet worden. Oh. Een voorzet. Heung-min Son. Oh, te veel tijd nodig om te schieten. Zijn pas komt rechtstreeks bij de tegenstander terecht. De doelman kan zich opmaken voor een doeltrap. Tenminste nog wel. Tegen wie moeten we nu? Moet ik zeggen, is niet heel goed. Die wil Denham, die van mij, dat wil ik zeggen, is ook niet heel goed. En krijgt hij niet. Een leep balletje diep. Son. Heung-min Son. Son. Oh, ik heb te veel tijd nodig. Was Son. We zijn maar net begonnen. Corentin Tolisso. Son. Heung-min Son. 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 Heung-min Son. Oh, een schitterende heel goed schot van Son. Wat genoeg schot. Ja, goed waar. Heeft hem wel. Keeper redt en het spel gaat door. Ben Yedder. Ben Yedder kan niet van afstand schieten, dus daar heb je niet zoveel aan. Son. Lekker Son. Goed schot. Goed weggedraaid en goed afgemaakt. Heerlijke goal van Son. Lekker. Wat een schot. Son. Heung-min Son. Son. Hij brengt de bal dichter naar het doel. Wordt dit een kans? Son. Heung-min Son. Jammer. Ja, doelman pakt die bal. Corentin Tolisso. Even gewoon even een goal in koppen kan gewoon. Lekker Tolisso. Goeie kopbal. Ik wist niet dat hij een kop viel. Nooit geweten, ja. Ook. Moussa Sissoko. Son. 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 Heung-min Son. Oh, Son. Ja, hij pakt hem. Bijna. Kom voorgeven. Kan hetzelfde weer. Kan meer gebeuren. Ik denk dat deze bal gebeurde dit geval niet. Jammer. Ja,
Die bal zeilde ver van het doel af. Toch foutje. Oei. Van hem. Oh, daar zat hij van palen, zeg. Ben jij er? Straft hem niet af. Het spel gaat door. Moussa Sissoko. Corentin Tolisso. Oh, hij had veel tijd nodig. Hij zorgt ervoor dat dat schot spoort. Dan schiet die bal zo naar de tegenstander. Ousmane Dembele. Son. Oh, daar moet je voorzichtig mee zijn op die plek. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Door. Kun Agüero. Nu moet het vervolg komen. Ja, nu al goed. Kun Agüero. De bal blijft binnen naar die redding. Ja, ik vind het niet zo erg dat hij het niet afmaakt. Hun Minson. Corentin Tolisso. Son. Gevaarlijke steekbal. Son. Ja, hij is er doorheen. Oké, okay, ja, wel net die bouwens. Die eerste erin vermoeten. En hij is loes. Kijk. Oké, okay, nog een potje. Dit team, ditmaal tegen een best wel raar team. Hij heeft Leen Mandzukic. Hij heeft de SBC van Coman. Nee, dit is niet SBC. Hij heeft de Champions League kaart van Coman. Ja, en hij heeft niet een hele goede set. Hun Minson. Goed plaats voor Son. Ben jij eruit weg? Son. Hun Minson met de bal. Son. Son. Hun Minson. Son. Son. Wat een schot voor Son. Heerlijke doelpunt. Ja, dat mag je gerust. Geweldige doelpunt voor Son. Dat die voorsprong zo makkelijk weer aan de wordt gegeven. Ja, dan is de vreugde natuurlijk voor korte duur. Wat een doelpunt is dit? Nog even herhalen kijken. Dus wel weer... En ze reageren meteen op het tegendoel. Boom! Door ook een goal te maken. Buiten 16. Vol in het bovennet. Zo. En dan staat... Ousmane Dembele. Sissoko. Corentin Tolisso. Tolisso. Corentin Tolisso. Hun Minson. Oh, Son. Had je... Wat ik van hem vind. Oké, okay, de team. Hij heeft heel veel SBC's gedaan. Hij heeft de SBC van... Rashford gedaan en van Gnabry. Hij gaat Rashford in de spits spelen. Havertz gaat hij daar spelen. Frenkie de Jong, hij heeft twee icons. Hij zei nee. Ja, nu kan er een counter komen. Son. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Heung-min-son. Goed, Son. Lekker goal. Confetti. Ja, ja. Mooi goal. Son, een klein comebackje. Dat is wel echt een prima goal. Nou. Richting het doel van de tegenstander. Son, ga je doen? Son, nee! Doe het niet! Wat een van en hij heeft eigenlijk bijna geen tijd om te reageren. Dat maakt het toch zo knap. Anthony Martial! Oh, heerlijk gestopt door Neto! Het wordt een korte hoekschop. Opnieuw een hoekschop. Anders kun je eigenlijk vrij weinig mee. Hij neemt hem kort. Son. Daar is het schot. Oh. Dat schot wordt geblokkeerd door een speler. Samuel Umtiti. Hun Minson. Ideaal moment voor Dembele. Geef voor op een jaar. Net op tijd ertussen. Oh. Hun Minson. En nu heeft hij de ruimte om te steken. Ben jij er? Nesta. Jongens. Wat doen we? Nou, dit moet je maar durven. De scheidsrechter fluit voor het einde van de wedstrijd. De scorebord geeft. En daar gaat hij. Uiteindelijk zijn we weer terug. En nu, wat ik echt wel Son vind. Het is een goede speler, maar dan moet je echt wel de goede spelers omheen hebben. En dat heb ik op dit moment niet. Dus als jij zo'n team, net als ik heb, zo ongeveer. Ik kan ook van Serie A zijn of zo, maar... ongeveer zoiets. En je wil dan Son kopen. Ja. Ik weet niet of ik het zou doen. Maar ik zou het kunnen doen. Hij is best wel goed. Maar het enige nadeel is, hij draait niet zo snel. En hij neemt de bal niet zo snel mee. En zijn versnelling is toch wel iets een nadeel voor zijn lengte. Kijk, hij is 1,83. En als je dan een speler pakt van bijvoorbeeld 1,70... met dezelfde versnelling zou die ene van 1,70 veel sneller, ja, moet ik zeggen, optrekken. Ik zou Son zelf een 7 uit of 10 geven. Puur omdat hij niet echt heel erg
ja, snel draait. Maar wat wel dus weer goed is, er zijn 5-star weak foot en zijn 4-star skill moves. Dus, keuzelig aan jezelf. En tot de volgende player review. Doei!